Heb jij nog een biertje besteld? Baco. Oh, het boek ook. Gaat zo goed. Het boek ook. Moet wel een beetje de rekening. Sorry, wat was de vraag? Wat was de vraag? Hij herhaalt hem nu nog een keer, sorry. Wanneer is de 80-jarige oorlog begonnen? Wanneer is de 80-jarige oorlog begonnen? 1568. 1568 volgens mij. 1568. Welkom bij een nieuwe video van de Drie Gasten. Ik ben nog steeds Martijn. En ik ben Jesse Hoefnagels. Ja, want die staat blijkbaar altijd met zijn telefoon, heb ik net begrepen. Wat hij helemaal geen. Cool, en zo naar jou, Jesse. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag een pubquiz proberen te cheaten. Die hebben we al een keer geprobeerd. Het was net niet gelukt omdat jij iets veel had gedronken, volgens mij. Wat was ja, het? Klopt inderdaad. Dat ja. was het, hè? Jij iets te veel gesnoven. Ja. Anyway, het ging niet goed. We hadden de pubquiz niet gewonnen. We waren reet te veel geld kwijt omdat je alleen maar aan het bestellen bent. Ja. En op het moment dat je die pubquiz wint, dan krijg je de rekening gratis. En dat deed je pas op het einde. Ja. Dus wat gaan we doen? We gaan het opnieuw doen, maar dan met een extra handje. Ik ga namelijk met Iris daar zitten. En in plaats van dat we met één van jullie in contact zijn, gaan we met jullie beiden in contact zijn. Dus hebben we twee keer zoveel kans. Wij gaan gewoon lekker thuis zitten, chillen en alle vragen heel snel opzoeken. Hey! Hoe gaat-ie? Goed. Mooi. Oké, dit is even zo'n momentje dat ik altijd heel nerveus ben. Dat ja? alles misgaat. Oh, daar komt hij bij. Wil je wat te drinken? Ja, heel graag. Wat doe jij dan? Mag ik dan ook een biertje? Zeker. En als je wint, dan hoef je de rekening niet te betalen. Is het? Hoeveel mensen doen er mee? Op dit moment loopt het best wel vol, dus 14 teams. 14 teams? Maar we hebben wel zeg maar wekelijkse gangers hier, dus die zijn heel goed. Ja, die zijn wel ja. goed. Oké, okay. Even kijken. Zo'n rugje in. Spannend. Ja. Ja, dat is top. Ik denk dat jij beter met Niels kan bellen. Ja, ik ga sowieso ruzie met hem krijgen. Met Niels? Ja. We kunnen niet zo goed samenwerken met stress. Je zou dat heel dronken gaan worden. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Want eventjes voor de duidelijkheid, je krijgt dus alleen je drankrekening gratis. Oké, okay. Okay. We gaan beginnen met ronde nummer 1. Doe maar, Joost mag het weten. Oké, Joost, we hebben een probleem, we krijgen allemaal plaatjes. Oké, als jij ze doorstuurt, kan ik misschien even googlen. Joost, je hebt een foto doorgestuurd gekregen. Wat is 1? Wat is 1? 1 is Carola Schouten. 2 is Plaster. Hier komt hij. Ik heb ze. Ik heb ze allemaal hier voor me staan. Ja, we missen 6, 7, 9 en 10. 6, Anne Weideveld. Zou het Weideveld zijn? Bijna. Ja, ja, ja. En wat is 7? Carola Schouten, ja. 7 is... Kajsa Ollongren. Die ga ik nu doorappen. We missen alleen nog 10. Wopke Hoekstra is die nummer 10. We hebben alles goed. Ik vind het echt fucking spannend. Lachen. Oké, hey Martijn, deze doe jij. Hoeveel van de kinderen willen we uit het Griekse vluchtelingenkamp halen in Griekenland naar Boria? Ze willen 500 vluchtelingkinderen helpen, Martijn. Mij in Baco. Ja. Wie is de interim manager dus van wat zei die van Ronald Koeman? Nee. Oh, Dwight Lodeweges. Volgens mij is dat Dwight Lodeweges. Ja, Dwight Lodeweges, ja. Heb jij nog een biertje besteld? Baco. Oh, het boek ook. Gaat zo goed. Het boek ook. Moet wel een beetje de rekening. Sorry, wat was de vraag? Wat was de vraag? Hij herhaalt hem nu nog een keer, sorry. Wanneer is de 80-jarige oorlog begonnen? Wanneer is de 80-jarige oorlog begonnen? 1568. 1568 volgens mij. 1568. Volgens mij is het 1568. Martijn, ik heb een deal voor je. Oh, ja. Jij doet het oortje uit en stopt met Joost bellen en je krijgt deze baan. Nee. Nee. Doe het. Top, dankjewel. Oh, yo. Maar je ziet hem ook zitten, schat. Je ziet hem zitten. Hij wist dat hij wist je Joost. Hij echt vol zitten. Hij wist Joost. Hoe zag je dat? Martijn. Ik kijk je video's af. Heel eerlijk, ik dacht dat ik dat had. Martijn, jij bent zo'n ezel. Maar ben je... En jullie praten het live. Jullie moeten wel zonder doen, hè? Als jullie... Ja, oprecht. Die van mij is uit. Ja? Ik geloof het. Ik ben benieuwd hoe jullie dit gaan doen. Ja. Maar ja. Nou ja, allebei hebben we ook gedaan. We hebben, ja, oprecht. We wisten bijna alles al zelf al. Joost komt er nu ook zelf bij zitten. Is goed, oké. Okay. Als Joost hierbij zit, vind ik het leuk dat jullie meedoen. Top. Actrice? Game of Thrones? Ja? Die overleed. Die? Khaleesi. Overleed zij? Ik doe ook even... Spoiler! Ik vind het echt spannend. Ik heb toch bloedheet. Schat, ik ben keihard op masker. En jij zit hier al super fanatiek. Maar we gaan toch door? Yeah. Ja. Maar als we alles goed hebben, dan
Denk je dat we de schijn een beetje tegen ons hebben, schat? En wij helemaal, dit gaat zo goed, dit gaat zo goed. Kelly gaat ook echt fucking hard. Joost, Joost. Ik heb je de foto's doorgestuurd. Hoe heb je dat? We gaan beginnen. Welk Nederlands tabakmerk heeft een eiland in de naam? Welk Nederlands tabakmerk heeft een eiland in de naam? Iris, dat sigarettenmerk, dat is Javaanse jongens. Ja, Javaanse jongen, lekker, dat wist ik. Oorlog van Vrede, die heb ik gelezen. Hoe heet die ook weer? Vorig jaar op vakantie. Die heb ik ook geschreven. Oorlog en Vrede. Oorlog en Vrede. Oh, dat was... Ik weet het ook weer, wel staat er. Dat was... Dit was... Lev Tolstoy. Ik ga het nu appen naar je. Ja. Zachter praten, hè, voor die andere tafels. Proost. Op een hele dure avond. Ziektes. Gezellig. Ja, leuk. Chlamydia weet ik alles van. Geen jezelf praten. Steven Hawking. Welke ziekte als Steven Hawking? ALS. ALS. Weet je zeker? Ja. Oh, die huidziekte. Welke huidziekte had Michael Jackson? Welke huidziekte had Michael Jackson? Vitiligo. We zijn bij de laatste ronde terechtgekomen. Moderonde hoor ik. Niels, hoe gaat het een beetje? Top. De pestkop uit Roentgen. Die heet Armani. Armani. Armani, 100%. Dit ademt terwijl je het draagt. Geox. Joost denkt Geox. Schoen die ademt. Dat is de slogan. Geox klopt. Just do it, Nike. Nike. Sering. Oké, nog... We doen nog één keer de spelregels. Als je het weet, schrijf het op. Je roept het niet, ja? Ja, maar het is zo, dat is zo dom wat die gasten doen. Ja, I know. Ik zeg het ook. Dat is niet normaal. Ik hoor het zelfs. Ja, moet je nagaan aan deze tafels. Aan ons ligt het niet hoor, Niels. Nummer 8, slang voor schoenen. Patta, dachten. Wat moet jij met doen? Jongens, we gaan winnen. Ja, we gaan winnen, ik voel het. We gaan echt winnen. Zijn er helemaal van de mensen hier? Kijk, wij hadden dan Niels en Joost. Deze mensen hebben geen leven. Dit zijn die mensen die meedoen aan de eetdegold. Oh echt? Ja. En winnen. Oh echt? En winnen. Met alleen maar moeilijke vragen. En dan hebben wij Niels. Weet je hier wel hoeveel ze jullie geworden zijn? Nee, we zijn heel benieuwd. Moet jij het ons vertellen? Met model 5 wil of zoiets. Nee! 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 Jongens! Nee! Hou op! Zijn wij vierde of vijfde geworden? Vierde geworden! Of vijfde! Nee, maar oké. Nee, wat is jullie naam? Joost. Mag het weten. Ja, vierde of vijfde. Vierde of vijfde! Dat is vet goed! We hebben alsnog verloren. Maar wacht, ik heb een vraag. Oh, daar gaan we weer. Mogen wij iets... In plaats van, mogen we een soort van troostprijs, omdat wij vierde zijn geworden, gewoon een soort van, dus wij hebben niet gewonnen, dus wij hebben geen gratis rekening, dus we gaan gewoon betalen. Ja. Maar we zijn vierde geworden, ook dat is best wel een prestatie. Ja, precies. Dus daar hoort eigenlijk ook wel een drankje bij, toch? Dat, ik kan jullie een bierpakketje geven. Ja? Is dat een soort van troostprijs? Ja, jongens, ik heb de bom. De vierde die is, plaats die hebben is 155 toch? Euro en 35 cent waard. Krijg ik ook na deze draaidag nog een tikkie thuis. Maar, heel eerlijk, we hebben gratis bako gekregen. Ja. En vier biertjes. Een bier. En ook drie shotjes. En deze zijn ook gratis, omdat we het zo triest vonden dat we met valsspelen nog steeds hebben verloren. Dus, oprecht, tweede keer. Laat even weten in de comments als jij denkt dat het een derde keer wel lukt. Zo niet doen we het niet hoor. Maar als jij denkt, kan. Maar denk dan doen laat we het weten. Denk laat je het dat weten. De mensen hebben vals gespeeld? Ja, 100%. Kan niet anders. Je kan niet deze pupjes verliezen met vals spelen van mensen. Maar zelfs vragen die we hebben vals gespeeld hadden nog fout. Dus er zit nog wel echt wel ruimte om mee te doen. Was Niels. idioot. Je had één taak. Google. Deze Niels is wel voor Niels, als troostprijs. Slijmbal. Nee. Jongens, cheers. Vergeet niet te abonneren trouwens. Deze is voor jou. Die is voor jou, Nelis. Hey. Tot volgende week.